Wat anderen beloven doen ze dus niet en deze partij die komt er dus echt voor op. In Rokanje, het bestuurlijk centrum van Westvoorne, dreunt de verkiezingsoverwinning van Partij Westvoorne nog na. Ook bij PvdA-burgemeester Peter de Jong, die straks met een groep ambitieuze nieuwkomers krijgt te maken. Het is een verrassende uitslag. Vele mensen waren gisteravond ook verrast. U kent de winnares natuurlijk persoonlijk. Ja. Wat vindt u van haar? Nou, ik ken haar inderdaad. Ze heeft al in de raad gezeten. En ik denk dat de felicitatie in haar richting op zijn plaats is. Ze heeft het goed gedaan in de campagne. En nu mag ze het waarmaken. Het huis van lijsttrekker Emma van Blom staat een dag na de verkiezingen letterlijk in het zonnetje. De belangstelling is groot en de telefoon staat niet stil. Ik was aan het tellen op een van de stembureaus. Dus daar zag ik al die hele grote stapel van lijst 6 verschijnen. Dus ik was al gewaarschuwd dat het echt heel goed ging. Ze hebben een hele leuke ploeg mensen. Echt allerlei soorten. Juristen, ingenieurs, van alles en nog wat. We hebben echt veel kennis aan boord en we gaan het doen. Het bestuur van Partij Westvoorne moet direct spijkers met koppen slaan. Want de collegeonderhandelingen moeten van start. Partij Westvoorne wil die gesprekken in het openbaar voeren. Ook wil de partij de kennis van de bewoners in de gemeente veel meer gebruiken bij de besluitvorming. Participerende democratie dus, waardoor fouten uit het verleden niet meer gemaakt kunnen worden. Zoals in Rokanje bij het bouwplan De Rots. Ooit aangekocht door een projectontwikkelaar voor 1,5 miljoen euro. Om uit de kosten te komen werd een 12 meter hoog appartementencomplex ontworpen dat slecht viel. De eigenaar probeerde vervolgens de grond voor 1 miljoen te slijten. En vorige maand kocht de gemeente het voor 1,75 miljoen aan. Het is dus nu eigendom van de gemeente, dus we kunnen nu, het woonbedrijf kan er nu wat aan doen. Maar we moeten nu ons verlies pakken helaas, want het is natuurlijk voor te veel geld aangekocht. En ja, dat vinden wij helemaal fout, want het is toch allemaal belastinggeld, dus ja, dat kan niet. Ze weten het daar allemaal beter op het gemeentehuis. Hoop geld wordt er over de ballen gesmeten. Absoluut niet mee eens, dat zijn mijn centen. Een stukje verderop wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe onderkomen van verzorgingstehuis De Swinshoek. Ook een misser, vindt Emma van Blom. Zelfs alle politieke partijen die het besluit genomen hebben dat dit complex hier moest komen te staan, zeggen achteraf, het had hier nooit gebouwd mogen worden. Het is gewoon veel te kolossaal op deze kleine locatie. Dit heet dan nu de nieuwe Swinshoek. Er was een oude Swinshoek waar die mensen nu moeten verhuizen naar dit complex. Het zijn mensen die al heel lang in dat oude complex wonen, die daar volledig verzorgd werden en nu plotseling na 10, sommigen wel 20 jaar weer zelf moeten gaan koken. Wij hebben nu als partij gezegd, ja, voor deze mensen moet je echt zorgen dat er nu een goede overgangsregeling komt. En dan is er nog de glastuinbouw in Tinte. Bij de discussies over het bestemmingsplan sneuvelde onder meer een college. De gemeente wil nu 131 miljoen uittrekken om grond aan te kopen, de bestemming te wijzigen, om vervolgens de kavels weer te koop aan te bieden. Een te groot financieel risico, vindt Partij Westvoorne. Ons plan is dus dat wij zeggen, laat die tuinders zelf investeren. Dat zijn ondernemers, dus iedere ondernemer investeert, dus tuinders ook. Ze willen dat ook zelf. En laat de gemeente de ruimtelijke voorwaarden scheppen. Bestuurskracht is eigenlijk het belangrijkste thema voor ons en bestuurlijke verandering. En dat ben je wanneer je je burgers fatsoenlijk behandelt. Wanneer je ook gebruik maakt van expertise van burgers. Want ja, we moeten allemaal bezuinigen, dat weten we. En dat kun je dus heel goed doen door gebruik te maken van de kennis en de kunde die in je gemeente aanwezig is. Is de raad in het verleden te volgzaam geweest? Ja, ze zijn soms wel even boos, maar dan is er misschien ook een vorm van luiheid. Dat je denkt, ja, moet ik het nou weer terugsturen? Laten we het nu maar goedkeuren. En wij zullen dus echt als raad, echt de kaders zelf gaan stellen en zelf onze verantwoordelijkheid nemen. En de wethouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid.